de lekkerste bonbon van Nederland gemaakt. Nou, en die is toch maar bedacht. Gemaakt, geproduceerd door Alicia hier in Eindhoven. En wij zijn trots op ons talent. Nou, een bonbon is een beleving. Iets leuks, iets waar je gelukkig van wordt. En ik word gelukkig van iets zoets, iets zuurs en iets knapperigs. En dat allemaal tegelijk. En dat heb ik geprobeerd in één bonbon te combineren. Dus je hebt eerst een zuurtje van passievrucht. Dan krijg je een zoetje van mango. En dan als laatste krijg je een knappertje van hazelnootpraliné. En dat past eigenlijk allemaal in zo'n klein bonbonnetje. Die heb ik oranje afgespoten. De naam van de bonbon is Orange Passion. Dat is eigenlijk een beetje Nederlandse passie, kun je het wel noemen. Ik wil vast namens jou, vervaardigd door jou vanmiddag, deze bonbons aanbieden aan de minister. Ik ga even kijken, het zijn er 9. Meestal zijn er 9 mensen bij de ministerraadsvergadering op vrijdag aanwezig. Ik zal ze bewaren tot vrijdag, hoe moeilijk het ook is. En ik zal ze verdelen samen met mijn collega's. Dank je wel. Dank je wel.